natuurlijk al een aantal gave dingen op het gebied van social media als KLM. We gebruiken het echt als middel om te communiceren met onze klanten. Dit is echt de volgende stap, omdat we nu een koppeling maken tussen de online wereld, Facebook en LinkedIn, en de, wat wij de offline wereld noemen, namelijk echt mensen ontmoeten aan boord van een vliegtuig. Als je een boeking hebt op een van onze 3 pilotroutes, ga je naar klm.com. Vervolgens ga je naar Manage My Booking toe en hier vind je de Meet & Seat banner die de applicatie opstart. We vinden privacy heel belangrijk, dus je mag zoveel of weinig van jezelf delen met andere mensen op de vlucht als je zelf wil. Je kent natuurlijk de stoelen voor bezet, voor vrij, maar nu zie je ook pasfotootjes van andere mensen die meedoen. Als je daarop klikt, dan kan je wat meer informatie vinden over hun profiel. En als je dan denkt van nou, dat lijkt me een interessant iemand om naast te zitten, dan kies je de stoel naast die persoon en klik je op oké en dan ben je klaar. Je kunt je stoelkeuze net zo vaak veranderen als je wil. Meet & Seat is eigenlijk hetzelfde als ons huidige seatingproces. Als je op een gegeven moment denkt, nou, ik wil toch niet meer meedoen met Meet & Seat, dan kan je ook altijd nog weer je profiel verwijderen. Wat zijn de reacties tot nu toe? Mensen die zeggen dan zoiets als, oh, wat een leuke service. Wanneer gaan jullie uitrollen naar meer bestemmingen? En dat is dan ook iets wat we snel willen doen. We zien nu dat het allemaal goed werkt. Dus we hopen binnenkort dit aan te bieden op al onze intercontinentale vluchten.